Goed nieuws voor het Van Abbe Museum. Het Eindhovense museum krijgt er 1 miljoen euro bij. Het museum kreeg het bedrag tijdens het Goed Geld Gala. We hebben hier echt heel hard met heel veel mensen aan gewerkt. Het is een ongelofelijke beloning voor wat we hebben gedaan in de afgelopen jaren. En het is een ongelofelijke uitdaging om door te gaan. Het geld gaat gebruikt worden om het museum multizintuigelijk in te richten. Zodat bijvoorbeeld mensen die blind zijn ook het museum kunnen ervaren. Nou, we staan nu hier in het collectiegebouw. Ik heb mijn hand op een voelreplica. Dat is een voelinterpretatie van een schilderij. Dus dit is een 3D-vertaling van het schilderij daar achter mij. Nou, en dat is een manier om kunst te beleven. Dat is best nieuw en dat is ook best wel spannend. Is heel erg mooi voor mensen die bijvoorbeeld blind zijn of slechtziend. Maar is eigenlijk voor iedereen fantastisch. Ook wil het museum de collectie meer stemmig maken. Dat betekent dat er op verschillende invalshoeken gekeken kan worden naar de kunst. Wij zijn als Westerlingen toch behoorlijk op het oog gericht, een beetje op ons hoofd gericht. En ja, wij vergeten misschien ook wel een groot deel van onze lichamelijkheid en hoe we in de wereld staan. Nou, door weer meer te praten met mensen die andere culturele achtergronden hebben, die misschien op een andere manier met hun zintuigen omgaan en andere manieren cultuur beleven, ja, krijg je gewoon een rijker beeld van de wereld. Dan krijg je ook een rijker beeld van jezelf. Nou ja, en kunst is gewoon heel zintuigelijk natuurlijk, dus daar is een prachtige plek om dat te verkennen. In 2021 moet de vernieuwde collectie van het Van Abbe Museum vol met zintuigelijke en meerstemmige kunstwerken klaar zijn.